Voor het maken van een internetverbinding moet het contact ingeschakeld zijn. Er kan verbinding worden gemaakt via een extern WiFi-netwerk of een micro-sim met data-abonnement. Kies het instellingen-pictogram om het pop-up-menu te openen. Kies alle instellingen en dan connectiviteit. Raak de aan-uitschuifregelaar aan om een WiFi-hotspot voor uw auto te activeren. Kies het pictogram voor het vernieuwen om een nieuw wachtwoord te genereren. Raak de aan/uitschuifregelaar aan zodat u autoverbinding kan maken met een extern wifi-netwerk. Een beveiligd netwerk wordt aangegeven met een hangslot. Voer het wachtwoord van het netwerk in en kies dan OK. Als een verbinding tot stand is gebracht, wordt het wifi-pictogram weergegeven en ziet u de naam van het netwerk in het scherm Connectiviteit. Als u de gegevens van het netwerk uit de lijst wilt verwijderen, kiest u de naam van het netwerk en vervolgens Vergeten. Kies netwerk toevoegen wanneer u een netwerk wilt toevoegen. Kies de optie toevoegen, voer de naam van het netwerk in en selecteer vervolgens OK. Als de informatie over het type beveiliging onjuist is, raak deze dan aan en selecteer het juiste type in de lijst. Als een wachtwoord is vereist, kies dan de optie toevoegen, voer de naam van het netwerk in en selecteer vervolgens OK. Zodra alle informatie is ingevoerd, kiest u verbinden om verbinding te maken met internet. Raak de aan-uitschuifregelaar aan om mobiele data te activeren. Op deze manier kunt u verbinding maken via een mobiel netwerk. Kies mobiele instellingen om uw instellingen weer te geven en te wijzigen. Als u problemen ondervindt met de dataontvangst van uw netwerkprovider, kies dan Netwerkprovider. Kies aan om instellingen van uw provider te resetten. Kies uit om de netwerkprovider te wijzigen. Voer de naam van het netwerk, de gebruikersnaam en het wachtwoord in en kies dan verbinden.